Een trekstang is een koppelstuk waarmee een kleine auto als een soort aanhangwagen achter bijvoorbeeld een camper kan worden getrokken. Bedrijfsmatig wordt hij door truckservicebedrijf TTS gebruikt in combinatie met een grote truck. Waarom hebben jullie die trekstang eigenlijk gekocht? Omdat we de trucks weg willen brengen en op willen halen. Dan rijden we naar de klant toe, dan pakken we de truck op, koppelen de smart aan de truck en dan rijden we zo naar ons garage toe om de truck bijvoorbeeld te servicen. En andersom ook, voor het wegbrengen als de truck geserviced is of hij moet weggebracht worden, dan kun je het op die manier ook doen. Laatst zijn we naar Eindhoven gereden om 2 trucks weg te brengen. Dus dan zitten 2 trucks erin, 1 smart erachter. Rijden we naar Eindhoven en dan kunnen we met de smart terug naar huis in plaats van met de trein. Dus het is ideaal. Het is jammer dat je geen treintje mag maken. Dat ja, dat zou ideaal zijn. En past dat achter? Want ik zie hier wel een hele moeilijke constructie. Maar, Ja, dat is ontzettend mooi gemaakt door Traxxon.nl. Dat het helemaal in elkaar past. Dat het netjes achter in de smart past. Want het kan universeel op elke truck gemonteerd worden met simpel handgereedschap. Oh, te gek. Ja, dat zijn we echt mega blij mee. Het is echt gigantisch. Echt, heel goed bedacht. Nou, goede reis ermee en dank veel u wel. Succes. Dank u wel. Een truck wacht bij een klant op een servicebeurt. De monteur arriveert in een smart om de truck op te halen. De demontabele trekhaak wordt met een paar bouten op de truck gemonteerd. Montagegaten zijn gestandaardiseerd aanwezig op vrijwel alle trucks. Tijd om de eigenlijke trekstang aan de smart te bevestigen. Keurig in één keer erop, zeg de kogel. Na het verbinden van de stroomkabel is de smart gereed om zonder chauffeur meegenomen te worden. Terug bij het bedrijf wordt de smart op een analoge manier weer losgekoppeld en is beschikbaar voor een volgende klus. De trekhaak kan weer verwijderd worden. Die gaten, die hebben dus alle auto's hebben die hetzelfde. Ja, voor alle mannen. Ga ik er wel vanuit dat ze het wel allemaal hebben. Ja. De truck is nu beschikbaar voor zijn servicebeurt en daarna een wasbeurt.